Weinig IC-bedden voor niet-covid-patiënten. YouTuber biedt zijn verontschuldigingen aan. En virtuele tentoonstelling over koloniale slavernij. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Voor patiënten die aan een ziekte lijden en intensieve zorg nodig hebben, is er bijna geen plek in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Van de 30 intensive care bedden zijn slechts 9 voor niet-COVID-patiënten. In het begin van de coronapandemie werden niet in alle ziekenhuizen coronapatiënten opgenomen. Nadat meer mensen besmet raakten en de noodzaak voor zorg voor coronapatiënten hoger werd, is dat veranderd. De ziekenhuizen die normaal geen COVID deden, die moeten dus en COVID doen en die zeg maar normale zorg. En normaal draaiden wij al op 15 bedden voor non-COVID, dus niet-COVID-zieke patiënten. En al die bedden hebben we moeten offeren. Van die 30 bedden die we nu hebben ter beschikking in het AZP, dus met deze nieuwe nood-ICU-bedden, zijn slechts 9 bedden ter beschikking voor de reguliere zorg. Dat betekent... Dat je minder harde operaties gaat doen, tot geen. Je doet geen ingrepen aan de hersenen en grote operaties die dus ook op de intensive care komen liggen. Er is minder plek voor mensen die uh, andere ernstige ziektes hebben natuurlijk. Uh, of betrokken zijn bij een verkeersongeval. En uh, ik denk dat dat volk onze Suriname zit moeten beseffen. Hè, dat je dus wat langer met je uh, familielid zal moeten wachten uh, voordat je toegang hebt tot zorg. De nieuwe Intensive Care Unit bij het Academisch Ziekenhuis is nu ook alleen voor coronapatiënten. Met de uitbreiding zijn er dus geen extra IC-bedden voor niet-COVID-patiënten bijgekomen. Het is, het is een feit, inderdaad. Het is erg, maar je moet kijken naar de capaciteit die je hebt in Suriname en de middelen. Hoe meer patiënten we hebben, hoe meer medicamenten we ook verbruiken. En op een gegeven moment heb je ook een tekort aan beschermingsmateriaal, dus alles gaat opraken. En je moet dat kunnen inkomen. En helaas kennen we de situatie in Suriname. Wat er uit het verleden is aangericht in Suriname. En waarmee het heden te maken heeft, eigenlijk. Goed en slecht nieuws voor olifanten. Smart potplant. En YouTuber die mondkapje tekent op gezicht biedt zijn verontschuldigingen aan. Deze berichten vandaag in ons Blok. In Indonesië zijn veel mensen boos op een YouTuber en zijn vrienden. In een video ging de vriendin een supermarkt in met een mondkapje op haar gezicht geschilderd. Dat deed ze omdat ze geen normaal mondkapje bij zich had. In het land zijn mondkapjes in winkels verplicht. De politie is erg streng als je dat niet doet. Nadat de YouTuber de video online zette, kreeg hij veel kritiek. Zo so, waren heel wat van zijn abonnees het oneens met de prank en zeiden zij dat hij het juiste voorbeeld had moeten geven in de COVID-pandemie. Nadat de politie de video zag, werden de paspoorten van de YouTuber en zijn vrienden afgepakt. Ze komen namelijk niet uit Indonesië, maar uit Amerika en Rusland. De YouTuber heeft spijt dat hij de video maakte en online plaatste. Hij maakte een andere video waarin hij zijn verontschuldigingen aanbood en benadrukte dat hij zulke grapjes helemaal niet meer zou maken. Wanneer het stel hun paspoort terugkrijgt, is nog niet zeker. De regering van Indonesië hoopt dat dit voorval zich niet meer voordoet. En dat het ook een les is voor anderen om zulke grapjes niet meer te maken. Omdat het COVID-19 virus wel serieus genomen moet worden. Heb jij geen groene vingers, maar wil jij wel plantjes in huis zonder dat die doodgaan? Dan is de Smart Plant Pot misschien iets voor jou. De Lua Smart Planter, zoals de pot heet, vertelt jou precies wat jouw plantje nodig heeft. Lua gebruikt gezichtsuitdrukkingen om jou te helpen... Met het verzorgen van jouw plant. Doordat de pot ingebouwde sensoren heeft, kan die 15 emoties laten zien op het scherm. En die emoties zorgen er dus voor dat jij precies weet wat jouw plant nodig heeft. Lua meet de temperatuur, hoeveel vocht er in de bodem zit en aan hoeveel licht de plant blootgesteld wordt. Verder laat de Smart Plant Pot jou ook weten wanneer de plant water of zonlicht nodig heeft. De Lua Smart Planter wordt bestuurd via een app die jij kan installeren op jouw telefoon. MU Design, die gevestigd is in Luxemburg, is op het idee gekomen om deze Lua Smart Planter in elkaar te zetten en ter verkoop aan te bieden. Hopelijk zullen planten met deze uitvinding nu langer leven. Duizenden olifanten in Thailand zitten in de problemen door corona. Vele van de olifanten wonen in olifantenparken die nu gesloten zijn voor toeristen. De parken zitten daardoor in enorme geldnood en kunnen dan ook niet meer zo goed voor de dieren zorgen. Not money to feed our We try to survive. We try to feed our elephant now. All money gone. Voor sommige van de olifanten zijn de problemen juist goed. Ze kunnen dan weer in de natuur, omdat er geen werk meer voor ze is en hoeven ze ook geen trucjes meer te doen of mensen op hun rug te dragen. We have to give the life back to the elephant, like a, to keep the elephant like an elephant, not for the worker or the, uh, the tourist attraction like before. Normally, we cannot close the camp. Every day you have the tourists. For the whole year you cannot close. But the COVID-time is very perfect time to stop everything. Het Rijksmuseum Amsterdam organiseert samen met de Mongo Maduro Library en Museum dat gevestigd is in Curaçao een virtuele tentoonstelling over de koloniale slavernij rondom de Atlantische en Indische Oceaan. Het Mongo-Maduro Bibliotheek en Museum op Curaçao heeft de Antilliaanse en het Joorse culturele erfgoed van Curaçao in haar collectie. De uitgebreide collectie van schilderijen, historische voorwerpen, boeken, kranten en schilderijen gaan terug tot de 18e eeuw. De tentoonstelling zal gepresenteerd worden door dokter Valika Smilder, hoofd van de afdeling van geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam. Tijdens haar presentatie zal ze vertellen over de tentoonstelling, hoe het gerealiseerd is. De geschiedenis en de relatie met de Caribische eilanden. Tijdens de koloniale periode werden gevangenen genomen Afrikanen per schip naar Curaçao gebracht. In het schip lagen ze opgepakt in het ruim en hadden bijna geen ruimte om te bewegen. Dit werd gedaan om zoveel mogelijk gevangenen genomen mensen in het schip te krijgen. Ze kregen geen goede voeding en het eten aan boord van het schip was vaak beschimmeld. De reis naar Curaçao duurde wel twee tot drie maanden. Op Curaçao moesten zij na de lange, zwaar en mensonterende zeereis opknappen zodat ze voor meer geld verkocht konden worden aan de plantage-eigenaren. Ze werden een tijdje apart gehouden om van de ziektes te genezen. Ze kregen eten, hun grijze haar werd zwaar geverfd om ze jonger uit te laten zien en hun huid werd met olie ingesmeerd. Vervolgens werden de slaven verkocht en verscheept naar verschillende gebieden in heel Amerika, waaronder ook Suriname. De Mungo Maduro Bibliotheek heeft ook een slavenregister. In het slavenregister staan de gegevens van de tot slaaf gemaakte personen die tussen 1839 en 1863, het jaar waarin slaven werd afgeschaft, in Curaçao woonden. De voornamen, geboortratum, de naam van de moeder en de naam van de eigenaar staan ook vermeld. Het register bevat ook informatie over geboorten, sterfgevallen, de verkoop van mensen en de in- en uitvoer van tot slaaf gemaakten. Deze tentoonstelling is bedoeld om mensen te verbinden met kunst en geschiedenis. En om deze belangrijke informatie uit onze geschiedenis te delen met zo'n breed mogelijk publiek. De virtuele tentoonstelling zal op 30 april plaatsvinden. En de registratie kan via de website van de Mongo Maduro Library and Museum. En dit was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Een prettige avond verder. Doei doei.